Veel movers denken dat de driver de allermoeilijkste club is in de tas. Voor sommige mensen is hij inderdaad wat lastiger dan voor anderen. Maar wij zorgen ervoor dat ook jij met hele goede drives de baan ingaat. Waar kijken we nou naar bij het fitten van een driver? We kijken bijvoorbeeld naar de kop. Wat voor merk moet je hebben? Wat voor eigenschappen moet de kop hebben? Is het een kop die heel vergevingsgezind is? Of een kop die minder spin genereert? Vaak voor de betere spelers die wat harder kunnen slaan. En wat voor loft heeft de kop bijvoorbeeld nodig? Ben je iemand met weinig loft of iemand die wat meer loft nodig heeft, zoals een 12 graden kop? Een ander aspect van de driver is de shaft. Heb je een shaft nodig die wat flexibeler is? Of heb je er eentje nodig die wat stijver is? Moet er wat minder gewicht in of wat meer gewicht? Al die dingen die zijn uiteindelijk van belang om jou de meeste controle te geven en ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk fairways slaat. En natuurlijk zo ver mogelijk. Voor de driver geldt ook, we hebben uiteraard alle nieuwere modellen, dus de nieuwste modellen van dit jaar, die allemaal net uitgekomen zijn. Maar we kunnen ook altijd met je meedenken om te kijken of er misschien iets is van een paar seizoenen geleden die net iets scherper geprijsd zijn, maar net zo lekker slaan voor jou. Tijdens een fitting, ook voor de driver, maken we natuurlijk gebruik van de Trackman. Trackman die vertelt ons een hele hoop, omdat hij alles live registreert. En we aan de hand van de gegevens van de Trackman heel goed aan je kunnen laten zien waarom een bepaalde driver de juiste keuze voor je is. Welke dingen je net even iets anders zou moeten doen om een betere drive te slaan. Naast dat de Trackman al die schoten registreert voor ons, kan je ook je eigen ballen natuurlijk zien vliegen, omdat we buiten op de driving range staan. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want als je een fantastische drive slaat, dan is het natuurlijk wel het leukst om die bal ook heel ver te zien vliegen. Dus niet binnen in het net.